Nou Joey, een Scania van Patrick van de Hoeven. Ja. Wat rij je daarmee? Beton, cement voor bouwplaatsen en ja, soms ook particuliertjes. Dus je komt eigenlijk overal. Je komt overal, maar niet heel ver gok ik. Nee. Nee. Dat hangt er in principe een beetje vanaf door welke centrale je ingehuurd wordt. Maar het is wel een beetje, als je ingehuurd wordt in Rotterdam, rij je ook alleen in die regio. Is leuk werk? Ja, ik vind het schitterend. Elke dag is weer een uitdaging. Ja, hoeveel ritten doe je dan op zo'n dag? Hangt er vanaf hoe druk het is. Soms doe je een ritje en dan zit je een uur, anderhalf uur te wachten. En soms gaat het aan één stuk door. Hoeveel auto's heeft Patrick? 10 waarmee gewerkt wordt. En dan hebben we nog een aantal show hobby auto's binnen staan. Hoeveel? Ja, dat zou ook onder bij de 10 zijn inmiddels. En allemaal in deze stijl? Ja, ja, er staan er nog wel een paar bij die moeten nog opgeknapt worden. Maar uiteindelijk worden ze allemaal zo. En dan je persoonlijk accent, hè? Want jullie krijgen alle ruimte om er wat mee te doen volgens mij. Ja, ja, op een uitlaat of een witstuur na mogen we eigenlijk alles. Je mag geen witstuur? Nee. Waarom niet? Nee, je zit een stuur in waar alles op en aan zit. Dus dat wil hij graag zo houden. En je had graag een witstuur willen hebben? Zou het wel afmaken. Okay. Wat zijn de accenten die jij hebt aangebracht? Ja, eigenlijk alles. Hij is helemaal naar mijn eigen smaak opgebouwd. Ik wou sowieso de trappetjes, de uitlaten, de trekkie op het dak. Overal stadslicht in. Dat is ook nog wel een dingetje bij die nieuwe types. Maar het is wel allemaal gelukt. Want hier is dat trappetje. Ja. En dan heb je een zeilenrek bovenop. Voor de sier. Dat kunnen we niet zien. Het trappetje is ook voor de sier. Ja. Ik heb op het dak eigenlijk niks te zoeken. Dus. Mooi. Ja, een lampje vervangen zijn heb je. Ja, dat kan dat wel. Zou kunnen. Dan heb je even een trapje. Hey, en is dit ook voor de sier? Ja, ja, oh. Je kan hier tussendoor kijken en dan. Oh, hij loopt echt helemaal nergens heen. Nee. Vind je het niet jammer? Ja, dat wel. Kijk, er gaat niks boven. Mooi geluid natuurlijk. Ja. Met beton weet ik dat je hem wel elke dag echt moet schoonmaken, ja. Want anders krijg je het er nooit meer af. Ja, er is als jij op jaarbasis blijft er altijd wel wat zitten. En we gaan er ook elk jaar gaan we erin met een hamer en een bijtel om het een beetje schoon te maken binnenin. Maar, in de trommel? Ja, in de trommel. Op diverse plekken kom ik tegen dat je fan bent van Robin Holsappel. Ja. Ja, is een fotograaf dat, met een hele eigen stijl van vrachtauto's. Dat wel, maar mooi wel op de manier hoe hij het doet. Hij doet het op een hele mooie manier, ja. Maar er zijn geen grote dingen die je nog wil aanpakken? Nee, nee, hij is perfect. Mag ik even binnenkijken? Uiteraard. Wow, oké. Deze valt wel heel erg op. Het is licht beige met veel geel en zwart. Ja, ik heb dat ooit een keertje bij een auto gezien en dat, ja. Het is sowieso iets wat je niet heel veel ziet. Nee, dat klopt. En dat sprak me eigenlijk wel aan. Het is wel druk. Ja, maar sommigen zeggen dat ik dat ook ben. Dus het past al een beetje bij me. Dankjewel. Elleboogie. De verkiezing van de mooiste truck van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door BF Goodrich. Real tires for real truckers.